Laat ons maar afwassen, meiden. Gaan jullie je gang maar. We staan nog bij ons in het krijt. Kunnen we voorlopig doen wat we willen. En jij gelooft wel, ze moeten 25 gulden de man verdienen. Doen ze natuurlijk weken over. Nee, vanavond moet het klaar zijn. Ze kunnen ze enkel morgen maar kopen. Het is een actie. Kristallen cognacglazen. Heb de koningin nog niet eens. Jawel. Want Bernard zet er s'avonds zijn anjer altijd in. Hij wel. Ja. En Juliaan de gebit. Nou, moet je nou eens even kijken. Helemaal geraveld. Zelfs de achterkant. Het lijkt wel alsof ze erop kauwen. Sommige mannen hebben van die zware baarden, dan krijg je dat. Nou, misschien niet hoor. Die heeft de baardgroei van een meisje van 13. Ja, alleen dat ze zich net geschoren heeft. Dan is die ook zo heerlijk zacht. Nou, onder ons, Nel. Ik hou liever van een beetje ruig. Soms, hè, als ik de kokosmat heb uitgeklopt, dan ga ik er even met mijn wang langs. Heerlijk. Ja. Hoeveel moeten we er nou nog? Nog 5. Hebben we er al 45 gedaan dan? Het gaat altijd sneller dan je denkt. Nou, ik kan zo langzamerhand geen overhemd meer zien. Trouwens, waarom kopen die mensen niet gewoon een nieuwe? Nou, er zitten hele mooie bij, hoor. Hier. Zelfstrijkende katoenen popelien doen nieuw toch gauw 17, 18 gulden. En nou zijn ze klaar voor een riks. Het is toch eigenlijk te gek dat we daar maar een gulden van krijgen. Die wasserij moet toch ook wat verdienen? Hier, zo'n kraag, dat kost geld. En wij hebben morgen toch maar ieder 25 gulden. Dan kunnen we mooi die glazen kopen. Oh, meid, echt kristal. Dan zet ik het zo op de hoek van mijn dressoir, onder het licht van de schemerlamp en de schittering dat me dat dan geeft. Net op de kerstboom staat. Zo, stokvis. Klaar, jij zet koffie. Ho, ho, je komen. Is het tijltje mot nog leeg, de gootsteen schoongemaakt? Dat doe jij maar, ik heb een portie gehad. Dan kan ik toch niet aan beginnen, Jaap? Krijg ik allemaal van die kloofies, man. Kijk toch niet mijn onkom in de riool. We hebben me 3 avonden daar afstaan te beulen met de vrouwenwerk in die keuken. En dan hoop ik dat je de komende 10 jaar ook eens wat voor mij doet. Zo kijken of ik een gaatje voor je kan vinden. Nou, die glazen zijn toch ook voor jou, Jaap? Echte kristallen cognacglazen. Wat moet ik ermee? Ik lust geen eens geen vieux. Het water kookt zo. Schenk jij even op? Dat zou jij toch doen? Ja, maar ik ben er boven televisie kijken. Televisie kijken? Vind jij dat belangrijker dan koffie zetten voor je beste vriend? Normaal gesproken niet. Normaal gesproken niet. Normaal zijn die programma's hier om aan te zien. 13 in een dozijn. Maar vanavond is er wat op. Ho, 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 ho. Dat mag één mens niet missen. En wat is dat dan? Wie wilde mij mijn motje zien? Joe. Waar ben jij nou allemaal weer mee bezig? Een mazzeltje, Jacobus. Eend. Eend? Ja, was verzopen in de riool. Kwam zo aangedreven. Die ken je dan toch niet meer eten, Simon? Juist wel, ja, juist wel. Hij is pas 3 dagen dood. Hij schold zich tegen mij. Hij zegt, Simon, als jij hem vanmiddag opeet, dan is hij op zijn lekkerst. Want hij zit tegen het stinken aan. Ja, dan heb ik het gelijk ook extra gezellig gemaakt. Vind jij toch ook leuk? Simon, nou moet me toch eens iets van het hart. Het wordt steeds gekker met jou, joh. Dat jij hier af en toe een omeletje kookt en daarna de potje bakt, dat ken nog. Ik moet er persoonlijk niet aan denken, maar daar gaat het nou niet om. Maar dat jij hier ook de tafel gaat staan te dekken en gaat staan te koken en een kaarsie aansteekt. Je lijkt wel een wijf, man. Hé, meneer Harms, ik zeg, een man moet zich toch niet met vrouwenwerk bemoeien? We moeten de dingen toch uit elkaar zien te houden? Een vent die staat te koken, dat is toch flauwekul? Dat is flauwekul? Goeie man. De edele koekkunst is van oudsher een typische mannenaangelegenheid. Dat wel, natuurlijk. Sla er de boeken maar op na. Caesar zwaaide de scepter in het keukentje van Cleopatra. Het lieve mens kon nog geen water koken. Het moet wel een lekker wijf geweest zijn. Neem Clovis en Clotilde. Zij wist niet eens dat een pan een bodem had. Maar hij kookte zo goddelijk dat in de slag bij Zulbi de Alemannen, aangelokt door de hemelse geuren die opstegen uit zijn veldkeuken, als één man overliepen naar de zijde der Franken. Vertel mij wat. En nu Willem van Oranje is 5 keer getrouwd geweest. Maar geen van zijn gades mocht ook maar in de buurt van zijn keuken komen. En gelukkig kookte hij zelf voortreffelijk. Echt waar, meneer Huizen? Hij is de uitvinder van de
canard à l'orange. En is dat een beetje wat, meneer Harmsen? De kouima. Dat is een wereldberoemd gerecht. Dat wordt uitgeserveerd in de beste restaurants van Europa. En, meneer Harmsen, in de kantine van de RET. Fruitje Stokvis. Jij gaat mij toch niet vertellen dat je met de eenvoudige middelen die jou hier ten dienste staan een dergelijk topgerecht hebt toebereid? Een fluitje van een cent, meneer Harmsen. Ik heb het eenmaal in de vingers. Hè? Daar word je mee geboren. Mag ik een stukje? Maar natuurlijk, meneer Harmsen, natuurlijk. Kijk, de wis. Astemblaft. Verrukkelijk. Zo lekker heb ik hem niet meer gegeten sinds ik bij Maxime's lunchte met de marquise de Vlaire-Quarriancourt. Wat is je geheim? De marinade. Ja, hij heeft 3 dagen leggen marineren. Vriendje Stokvis, jij bent een geschenk uit de hemel. Wat wil het geval? De hapjes worstelt met een polsblessure. Hij heeft bij het ramenlappen de zeem dermate uitstaan wringen dat het polsgewricht is geknakt. Terwijl ik alleen maar zei, doe alles maar over, hapjes, ik zie strepen. Je kent tegenwoordig ook niks meer zeggen tegen je personeel, hè, meneer Harmsen. Ja, maar dan kan hij vanavond niet koken. En uitgerekend vanavond krijg ik een vriendje te dineren. De directeur van de Parijse Metropolitane. Een fijn proever, eerste klas. Zou jij genegen zijn om vanavond bij mij thuis te komen koken? Helaas, meneer Harmsen. Vanavond moeten we kegelen. Dan slaan we dat toch een keertje over. Simon, doe toch niet altijd zo egoïstisch, jij? Dit is toch heel belangrijk voor meneer Harmsen, hè, meneer Harmsen? Jij in de keuken en ik zet het allemaal op tafel, want dat ken Hopjes natuurlijk ook niet met zijn pols. Goeie man, dat zou geweldig zijn. Maar denk jij dat je dat aan kan? Huishoudelijk werk, meneer Harms, is het liefste wat ik doe. Thuis ook. Mevrouw die zegt, ik was genoeg. Jaap, laat mij nou een keer de tafel dekken. Dan zeg ik, nou ho. Jij kookt, de rest is voor mijn tafel dekken, opdienen, afwassen. Meen je dat nou? Ja, als ik de tafel heb gedekt, dan is het bij mij thuis net het witte paard. Kaarsie erbij. De mannen, ik reken op jullie. Ik geef jou 50 gulden... voor de boodschappen, zie maar hoe ver je komt. Zo, nou, meneer Harmsen, daar maak ik dan een 5-gangen-diner van. Voor 3 personen? Nee. Moeder is naar haar nichtje in de Overveen. Ik leg het allemaal in uw handen, chef Stokvis. En als het een succes wordt, dan draag ik jou voor als maître bij de kakketoren. Meneer Harmsen, doet er geen moeite. Die mensen hebben mij al zo vaak gevraagd, maar ik kan de riool niet missen. Ja, Pio. Het is erg krap hoor, Simon. Ik heb me nauwelijks bewegen. Ja, de kom. Huip Scholten is nou eenmaal een stuk dunner als jou, Jaap. Maar te klein, dat is juist goed, want dan sta je mooi rechtop. Kun je je eigen voornaam bewegen. Ja, dat is het helemaal, ja. Dat is het helemaal. Ja, wat dacht jij dan? Dat die hopjes kende, ken ik natuurlijk ook. Ja, ho, ho. Dit is nog maar het begin. Er komen nog veel meer bij kijken. Wat dan? Nou, bijvoorbeeld, die man die komt natuurlijk binnen. Welke man? Die Fransman. Oh, die, hè? En die man heeft natuurlijk een hoed. Een chapeau. Een chapeau? Ja. Die moet jij natuurlijk van hem aanpakken en weghangen. Ja, aan dat gewei dat daar hangt. Heel goed. Ja. Dan doe ik nou even net of ik die man ben. Oké. Er hangt een touwtje, hoor. Mijn arm zit toch niet, ja? Oh, nee. Bonsoir. Hè? Dat betekent goedenavond. Ah. Ja. Uw shampoo, s'il vous plaît. Heel goed. Ah.
En dan maak ik natuurlijk deze, Simon. Ja, wat doe jij nou? Geintje, Simon, dat die man zijn eigen gelijk op zijn gemak voelt. Ja, die man is directeur van de metro in Parijs. Die hoed kost een vermogen. Oh ja. He, die hang jij dus gewoon keurig weg. Ja. En dan ga je hem voor en dan zeg je, je vous en prie. Je vous en prie. Heel goed. Schuif je die stoel naar achteren en dan zeg je weer, je vous en prie. Je vous en prie. Heel goed. Hij gaat als de brandweer, Simon, wat nou? En nou zeg je, voulez-vous een aperitief? Hé? Ja, dat is een drankje. Een drankje voor het eten. Drinken voor het eten? Ja, ja, dat doen ze allemaal daar, die Fransen. Die gaan allemaal blauw aan tafel. Ik heb alleen een vieux. Nou, dat is heel goed, want vieux is dus ook een Frans woord, hè? Ah, dat betekent natuurlijk cognac. En ja, altijd van rechts. Hé? Straks met het eten ook altijd van de rechterkant. Tuurlijk, rechts houden, net als in het verkeer. Ja. Alleenig als nou volgende week de directeur van de Londense metro komt, dan is het natuurlijk andersom. Daar houden ze links. Tuurlijk, tuurlijk. Encore. Hé? Nog een. Ja, ze gaan het op blauw aan tafel. Encore. Schei eens uit. Dat je mijn fles leeg gaat zitten drinken. We hebben ze, hoor. Oh, en mooi dat ze zijn. Oh, moeten jullie eens even kijken. Echt boheems kristal. Hoor eens wat een kwaliteit. De Hoge Zee. Bij ons in Emmer Compassium had je ook echt Drents kristal. Maar dan moest je tegenaan schoppen. Dan kreeg je een lage bes. Mooi, hè, ja. Prachtig. We hebben ze al 3 dagen overhemden voor zitten tripperen. En wij zitten af te wassen. En wat is het resultaat? 3 armzalige glaasjes. Als jij er maar vanaf blijft. Ik zet ze boven op de linnenkast en ze komen alleen tevoorschijn bij speciale gelegenheden. Verjaardagen en zo. Ik kan niet wachten tot ik jarig ben. Ben naar boven nou. Ga ze gelijk mooi neerzetten. Beter gezellig met z'n vieren bij zus. Heeft een heerlijke pansnet staan. We hebben geen tijd om te eten, Nel. Wij hebben werk vanavond. Wij gaan het diner verzorgen voor meneer Harmsen. En voor een hele belangrijke Franse vriend die op bezoek komt. Nee, hè? Ja, hè? Simon Kook, ik serveer het uit. Zijn butler is ziek. Oh, vandaar dat bespottelijke jasje. Je lijkt de dikke deur wel. Ik doe dat ook voor jou, hoor, Nel. Oh ja? Ja! Als ik daar straks die show heb gestolen, dan ken Harmsen natuurlijk nooit meer om me heen. Dan krijg ik promotie. Alweer? Alweer, ja. Simon hier, zeg. Ik heb het helemaal onder de knie, Simon. Tuutelet. Oh. Jaap, je kan toch niet in 1 avond butler worden? Nee, jij misschien niet, maar ik wel. Je doet maar wat je niet laten kan. Daag. Dan sta je er zelf een keertje bij, Simon. Dat is mijn noodlot. Ik ben getrouwd met een vrouw die niet in mij gelooft. Maar ik wel, Jacobus. Ik wel. Zo, is dat voor 2 personen? Zo'n 50 gulden. Heb je alles opgemaakt dan? Dat mocht toch? Plaats dat je nou 1 tientje voor ons achterover. Nou, bestek en de aardappelschaal. Voorzichtig, alles kan kapot. En naar de keuken. Niet laten vallen, kooimaan. Want dat ontbrak er nog maar aan. En hapjes. Stuur jij vriendje Stakvis even binnen. Want aan hem heeft het niet gelegen. Zoals u wilt, maar ja. Oh, cher Edouard. Je m'excuse encore 1000 fois pour la stupidité de mon domestique. Laisse tomber. J'espère que tu aimais bien le repas. Formidable. Mon chef de la cuisine travaille normalement dans un restaurant superbe ici, hein? Le Coq d'Or. Mais pour ce soir, je l'ai emprunté. Génial. Bonsoir, monsieur. Comme c'est, frites Stakvis, comme c'est. Hey, bien dîné? Superbe. En monsieur, je hebt er slaap voor gekregen, zie ik. Nee, dat is de schuld van Kooiman. Die struikelde met de soepterrine. De Edouard zat helemaal onder. Mij toch? Oui. Maar dankzij jouw culinaire hoogstandjes werd het toch nog een onvergetelijke avond. N'est-ce pas, Edouard? Inoubliable.
Le café, je vous en prie. Met voetenbad. Bravo, Koeman. En nu nog een glaasje cognac. Lekker. Pour le chef aussi. De vriendje Stokvis, hij heeft nog nooit zo lekker gegeten. N'est-ce pas, Edouard? Jamais. Voor de draad ermee, waar heb je dat geleerd? À Paris. Évidemment. Je hebt daar een petit bistrootje. Ik weet niet of je het nog hebt, het zal op de fles zijn. Sur la bouteille, want de chef, de bon chef, daar niet van, mais très bon client van zijn eigen. Ivrogne. Kom un meleier. Toujours de hele dag aan de pasties. Zonder water, puur. Oh la 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 la. Waar was dat bistrootje dan? Ja, dan heb je hier bijvoorbeeld de Eiffeltoren. Nee, Jaapjes. Niet met een roze voetje. Anders heeft moeder het meteen in de gaten. Ben je echt overal geweest? Ook niet in Leerdam? Ja, Pio. Simon, en heb je hem? Ja, natuurlijk. Wat dacht jij dan? Hier ook. Ben je achterlijk? En Nel, niks gemerkt? Nee, natuurlijk niet. Ik zeg, je moet naar boven. Zus staat te roepen. Je moeder is aan de telefoon. Haha, grandioos. Ga het nou maar geven. Je weet het toch wel zeker, hè? Vertrouw me nou maar. Wat nou weer? De pende. Nou, je wordt bedankt, hapjes. Koeiman. Dat jij je nog hier durft te vertonen. Het ergste is, dat boheemse kristal is nergens meer te krijgen. Meneer Harmsen, alsjeblieft. Wat krijgen we nou? Kijk eens even. Koeiman. Ik sta sprakeloos. Tot de land voor afgelopen, meneer Harmsen. Rip uit mijn lijf, laatste cent al uitgegeven, maar toen had ik zo. Ik wist al niet hoe ik moeder vanavond onder ogen moest komen. Voor nou en nog eens, meneer Harmsen. Niet nog eens, Koeiman. Je denkt toch niet dat je ooit nog bij mij een voet over de vloer zet? Nee, natuurlijk niet, meneer Harmsen. Nou, dat aan het werk dan maar weer. Graag, meneer Harmsen. En? Hij is voor zijn roodkoper, zie je. Hij zegt tegen mij, hij zegt, Koeiman, ik sta nou bij jou in het krijt. Hij zegt, als je ooit nog eens iets van mij nodig hebt, hij zegt, staat de deur altijd voor je open. Ik ben blij voor je, let op. Een half uurtje scheppen in de riool. Ik zou je het liefste in een doosje willen doen en dan bewaren. Dan zal ik jou verzekeren voor anderhalf miljoen. En zo zou ik goedenavond, Petronella. Hallo, Lia. Peter, heerlijk blinde vinken. Nel, draai alle pitten maar uit. We gaan lekker eten in Rutex. Hè? Jij bent zo hard bezig geweest met die overhemden. Ik denk, ik trakteer. Oh ja, wat een verrassing, dankjewel. Heerlijk, neem ik een lekkere Wiener schnitzel. Ja, nee, hou ho, maar dan moet je wel even iets leuks aan gaan trekken.
Voor Rutex? Ja, natuurlijk. Als ik met mijn vrouw uit ben, wil ik wel trots op te kennen wezen. Vooruit dan maar. Oh ja, Jaap, zo gek. Vanmorgen die telefoon. Mijn moeder was er helemaal niet, joh. Oh nee? Jo. Ja, dan was het zeker mijn moeder. Ah, oh. Bingo, bingo. Wat is er nou? Oh, mijn glazen zijn gevallen. Oh nee, hoe kan dat nou gebeuren? Nou, ik doe die deur open en die doos die plettert naar beneden. Domme meid, heb je hem natuurlijk niet ver genoeg naar achteren gezet? Nee. Had mij dat dan ook laten doen? Oh jongens, 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 wat is er nou aan de hand? Mijn glazen zijn gevallen. Oh, wat verschrikkelijk. Hoe kan dat nou, joh? Ze doet die linnenkast open, wat denk je? Die doos plettert naar beneden. Nee. Ja, en ik zeg nog, laat mij dat nou doen. Ik heb zo hard voor gewerkt. Nou, gewoon samen met de mijne, hè? Als je ze nodig hebt, gebruik je gewoon mijn glazen. Tuurlijk, dat is toch ook veel gezelliger, hè, Simon? Uiteraard. Eerder aan moeten denken, had je de helft van het werk gescheeld. En mij 3 dagen afwassen. Meneer Huizen. Goedenavond. Ja, Koerman. Niet dat ik dat uiterst genereuze gebaar van jou niet op prijs heb gesteld, maar moeder vond het toch een beetje te gek. Dat de hopjes was zo bij de hand geweest om haar het hele relaas uit de doeken te doen. Hè? En dan vond ze het eerlijk gezegd de dwaasheid gekroond dat jij aan die glazen je laatste centen hebt uitgegeven. De hopjes. Meneer. Jaap Kooijman. Ja. Mooi glaasje, Nel. Hetzelfde nog een keer, maar dan anders. Het is toch gezellig, Jacobus. Laat ons maar af. Ja, het was goed, Ruud. Dan moeten we eerst eigenlijk even van die borden gaan eten weer. Ja. Laat ons maar afwassen, meiden. Gaan jullie je gang maar. Staan ze bij ons in het krijt, kunnen we voorlopig weer doen wat ze... Moet je nou eens even kijken. Helemaal gerafeld. Zelfs aan de achterkant. Want het lijkt... Sommige mannen hebben van die zware baarden, dan krijg je dat. Nou, Jaap niet hoor. Die heeft een baard geroeid van een meisje van 13. Ja. Pas op, hè.